Bad man out and stunting. Action ready for the thumping. Wat was jullie laatste zusse ruzie en waarover? Dat mag jij vertellen. Zeg maar gewoon heel eerlijk. Nou, dat was gisteravond. Zij kwam thuis na een heel dag. Ik helemaal gefixt, klaar en al. Dus ik zei, ja, zie je, kom gaan filmen, Q&A. Zegt ze, wat? Nee, we zouden toch morgen filmen? Nou, miscommunicatie. Deze was gewoon helemaal ready. En ze was echt helemaal er klaar voor om gefilmd te worden. Ja, maar echt. En ik had gisteren gewoon echt een hele zware dag. En ik was helemaal niet ready. En ik had het eigenlijk helemaal al voorbereid voor vandaag. En zij was er helemaal klaar voor om het gisteren al te doen. Dus ze had zich er heel erg op verheugd. En toen was ze dus de hele dag boos. En toen ging ze naar haar bed Netflix kijken. Ja. En toen wilde ze niet tegen me praten. Ja, het uiteindelijke. Ja, uiteindelijk ging het gewoon goed. En daarna dacht ik van oké, is goed, dan wordt het gewoon morgen. Zijn jullie volbloedzusjes? Ik vind jullie totaal niet op elkaar lijken. Nee, klopt. We zijn duo Panotti, zij bruin, ik wit. Nee, maar we zijn wel volbloedzusjes. Ja. Dus helaas. Ja. Nee, grapje. Geef elkaar 3 positieve en 3 negatieve eigenschappen. Ik vind het zo'n moeilijke vraag. Het is gewoon een karaktereigenschap, dus iets wat in je karakter zich bevindt. Zoals dat jij heel erg lui bent en graag Netflix kijkt. Dat is een van jouw slechte eigenschappen. Ja. Een van je slechte eigenschappen is dat je geen filter hebt wanneer je praat soms. Ja. Je maakt geen onderscheid tussen oud en jong. Soms ben je gewoon echt, heb je gewoon geen respect. Nou, zie je. Je weet dat ik gelijk heb. Je hoeft niet zo te doen. Nee, hoor. Laat me gelijk nog meer slechte eigenschappen opnoemen. Ja. Slechte eigenschap. Even kijken van jou. Waar ben ik? Ik weet niet waar ik slecht in ben. Ze wilde haar zak chips nooit met ons delen. Ja, daar moest ik zo hard lachen. Ja, ja, dat is een hele slechte eigenschap van haar. Zij is koud, wil ze nooit delen. Zij deelt niet. Heel slecht. Maar haar goede eigenschap is dat ze wel heel lief is. Ze is wel heel lief. Dus als je haar iets vraagt of zo, dan doet ze het wel altijd voor je. En daarom snap ik het niet soms. Want deze twee dingen, snap je? Het past niet. Ze is wel heel lief. Ze wil wel het beste altijd voor je. Ja. Ja. Ze helpt je ook altijd als je hulp nodig hebt. Tenzij ze para op je is, dan doet ze het dus niet. Ja. Dat zijn een beetje jouw goede en slechte eigenschappen, denk ik. Ja, ik weet iets voor jou, Sian. Hoe bedoel je? Ik denk goede eigenschappen is dat als ik denk dat als er iets leuks is, dat je me wel altijd meevraagt en zo. Mm. Of ze, ja, mama, kom je mee of wie ook. Of, mm-hmm. Ja, tenzij het gaat op Starbucks, dan... Nee, Starbucks deel ik niet. Nee, nee, dat eigenlijk. En... ja, ik weet niet. Moeilijk hoor. Ik vind het wel moeilijk, zie je. Mm. Dus maar ja, slechte eigenschap is dat ze, als ik slaap in de ochtend, dat zij niet rustig doet. En dan doe ik altijd dit. Ik zweer het je. Ik heb echt het gevoel dat ik gewoon een bejaarde te huis naast me heb. Maar daar ligt zij in. Oh, altijd nee. Jongen. In de ochtend, duf. Ja. Dat ik geluid maak. Wordt ze op straat aangesproken over dat zij je zus is? Ja, heel vaak. Ja, dat gebeurt wel heel vaak. Mensen vragen je wel gewoon op straat. Hé, je bent toch zusje, ja. Zusje van. Zijn jullie meer vrienden of meer ruziemakers? Nee, meer vrienden. Meer vrienden, ja. Zeker weten. We hebben niet zo vaak ruzie. Nee, maar ook stel dat we ruzie hebben. Ja. Dat is echt... Binnen een uur. Dus ja, klaar. Het is gewoon eventjes en daarna is het gewoon weer. Normaal. Ja. Mm-hmm. In tegenstelling tot onze andere zus. We're not gonna talk about that.
Hoe was het voor Omeima om alleen thuis te wonen met je ouders terwijl jij in Abu Dhabi woonde? Oh, dat is eigenlijk een goede vraag. Ben ik ook wel heel benieuwd naar. Ik heb het je nooit gevraagd. Nee. Was wel even wennen hoor. Mm-hmm. Dat wel. Voor mij was het omdat niemand thuis was. Stel dat ik iets had of zo, een probleem of wat dan ook. Dan kon ik er ook met niemand over praten. Mm. Dus ik liet het zeg maar altijd binnen. Mm-hmm. En vandaar komt het dus dat stel dat ik een zak chips heb, ik met niemand deel. Omdat ik ook gewend ben dat niemand er is. Dus dan is alles voor mezelf. Begrijp je? Oh ja, ja, ja. Ja. Vandaar komt het dus. Oké, maar ik niet echt, we pakken het gewoon van je af. Ja, dus, we vragen het niet. Ja. Maar het was meer van, ik was ook meer op mezelf. Dus alles, als er iets was of zo, dan hield ik het ook gewoon van mezelf. Ik kon niet over praten. Mm. Ik was ook heel stil in huis. Dus. Ja, want ik maak heel veel geluid. Ja. En heel veel lawaai vooral. Ja. Waar gaan jullie samen graag heen zonder corona mee te tellen? Weet ik niet. Ja, weet ik ook nog niet. Want we zijn natuurlijk nog niet zo naar heel veel plekken samen geweest. Ik denk eigenlijk meer gewoon activiteiten doen. Ja. Zoals wat we wel eens hebben gedaan is bijvoorbeeld rolschaatsen. Oh ja. Ja. Wat we gedaan. We doen wel heel veel activiteiten samen. We doen wel vaker. Zeg maar, ja. Sinds dat ik terug ben uit Abu Dhabi, hebben we wel veel dingen gedaan. Ja. En ook voordat ik naar Abu Dhabi was gegaan, hadden we ook altijd heel veel dingen gegaan. Ja, met de bios, eten. Ja. Maar ik nam haar ook altijd mee, overal. Mm. Ook als ik stiekem ging daten of zo, nam ik haar ook altijd mee. Dus Omeima is wel altijd zeg maar mijn sidekick geweest. Dus altijd gebruikte ik haar ook als smoes, zodat ik langer buiten kon blijven. Ja, eigenlijk wel ja. Dus zij kent iedereen uit mijn geschiedenis en iedereen kent haar. Want ja. Zij was natuurlijk dat schattige zusje. Ik nam altijd mijn zusje mee uit, maar ja. We gingen eigenlijk gewoon altijd met z'n drieën naar de disco. Er was wel altijd een derde persoon ja, bij. Ja. Oh my god. Maar dat je er nu zo over nadenkt. Ja? Zodat je er nu zo over nadenkt. Ja, ik moet er nu opeens over nadenken. Dat is toch zo? Het is gewoon heel lang tijd geleden. Maar ik moet er nu opeens aan denken. Als je iets aan de ander kon veranderen, wat zou dat zijn? Dat ze veel stiller moet zijn. Dat wil ik wel veranderen. Ja. Rustiger zijn. Ja. Oké. Ik wou heel graag dat jij durft de auto te rijden. Als ik iets kon veranderen, was dat het eerste. Deze heeft al bijna een jaar haar rijbewijs, maar zij durft niet in een andere auto te rijden, behalve de auto waar ze in is afgereden. Een Volkswagen Polo? Was Golf 7. Golf 7. Dus nu is ze aan het sparen voor een Golf 7, want ja. Helemaal niet. In een andere auto rijden gaat hem gewoon niet worden. Ja, dus die rijbewijs kun je gewoon echt bij het afval neerzetten. Waar worden jullie gelukkig van? Ik weet waar Omeima gelukkig van wordt. Van taart en cake. Ja. En snoep en chocola. Soms wordt ze wakker. Of in de nacht krijgt ze zo'n lijpe craving. En dan stuurt ze zegt zo. Oei, zie je. Oei, kijk deze. Oei, zie je. Zie hem, stuur alsjeblieft. Bericht naar zoet en el. Wallah, kijk alsjeblieft naar die lekkere red velvet. Ja. Nee, soms. Zij droomt daarover. Soms heb ik echt zo'n craving. Wat gewoon dagen duurt. En ik moet dan gewoon bijvoorbeeld een soort van taart eten of cake of cheesecake of gewoon iets zoet, ja gewoon zoetigheid. Dan moet ik het eten, anders word ik... Maar jij wilt ook gelijk ook echt gewoon echt die diabetes gewoon. Ja, zodat ik dan voor de aankomende maand niks meer hoef te eten qua zoetigheid. Hoeveel ruzie hebben jullie per dag? Het is meer per maand, denk ik. Maar jullie dachten niet aan de ruzie. Nee. Oké. Nou, ik ga eventjes verder scrollen. Kijken of er nog wat leuks tussen zit. Wat is haar favoriete salad? Celebrity. Want die heeft zij wel. Ja. Nou, mag je zeggen hoor, zie je. Camila Cabello. Ja. Dat is haar droom idool. Ja. Nee, ik hou echt van Camila Cabello. She's the best. Ja, ze is ook echt super mooi. En haar muziek is gewoon super leuk. Even kijken, waar zie je jezelf in 10 jaar? Dus als je 30 bent. Dus als je bijna mijn leeftijd bent. Ja, ik denk al huisvrouw, twee kinderen, getrouwd.
huisvrouw en 2 kinderen en getrouwd. Nou, wat een ambitie zeg. Jeetje. Nee, ik weet het niet. Het is nog voor mij heel wit. Het is nog allemaal... Wit niet zwart in ieder geval. Nee. Dus je weet het niet, maar wat zou je misschien eventueel willen? Voor 10 jaar bereikt hebben. Ja, zie hem. Jij tikt bijna niet 30 aan, dus... Ja, daarom. Als je mij 10 jaar geleden had gevraagd, had ik nu al 5 kinderen. Maar ja, zo gaat het leven niet. Nee, ik denk misschien een eigen bedrijfje. Een eigen bedrijfje? Getrouwd? Ja. Denk ik. Oké. Okay. Ja. Misschien werk ik dan nog daarnaast of zo? Heel misschien. Ja. Misschien ook gewoon huisvrouw. Ja. Is ook niet erg, is niks mis mee, hè? Nee, ik weet. Ik vind de huisvrouw ook echt is ook een baan hoor. Vind ik. Daarom. Het is echt een baan, een fulltime baan. Ja. Het is maar dat ik de hele dag moet blijven lachen op YouTube, anders was ik ook huisvrouw. Hoe oud ben jij en jouw zus? Jullie zijn zo leuk met Shalla samen, dat hebben we dus al gezegd. Ja. Even denken. Wil je ook een cabin crew worden net als je zus? Oh nee. Ik ben zo bang voor vliegtuigen gewoon. Nee, kijk, het enige, kijk, weet je wat het is? Het voordeel daarvan is, je ziet gewoon zoveel landen gewoon. En je komt heel veel nieuwe mensen tegen. Ja. Je leert nieuwe culturen kennen. Ja. 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 Eten ook. Dus dat is wel leuk. Ja. Alleen, het vliegen is echt helemaal niks voor mij. Omdat je me haalt niet meer van vliegen. Nee. Nee. Ik vind het echt niks. Maar ik zou het niet, kunnen worden, nee. Oké. Okay. Nee, ik vind wel iets in de luchtvaart, bijvoorbeeld wat ik nu doe, vind ik wel echt superleuk. Maar zelf cabin crew... Zou je het nog een keer willen doen? Of kunnen doen? Zou je het nu nog kunnen doen? Ik zou het nu nog wel kunnen doen, maar niet op dezelfde manier zoals hoe ik het hiervoor heb gedaan. Dus ik zou het niet voor dezelfde airline doen, want het was gewoon echt zo zwaar. Het was echt heel heftig. Maar ik zou het wel misschien voor een andere airline doen en wat minder heftig. Want zoals KLM, bijvoorbeeld, ja. Ja, dat zou ik misschien nog wel leuk vinden, maar als ik weer denk aan die nachtvluchten en zo, dan denk ik, oh my god, nee. Nee? Nee, nee. Ik ben wel blij met wat ik nu doe en waar ik nu sta. Dus, maar ik ben zeker wel ontzettend blij dat ik het heb gedaan. Het was wel echt een van de mooiste ervaringen ooit. Ja. Ja, zeker weten. Maar ik denk ook dat het jou ook gewoon heeft veranderd. Ja, het heeft mij zeker veranderd. Ik heb echt heel veel geleerd, vooral over mezelf, wie ik ben, wat ik wil, waar ik sta. Wat heb jij zelf verandering gezien in mij? Ja, dat heb ik wel gezien, ja. Oh, nou, hoef niet zo te doen gelijk. Niet gelijk zo mee te doen. Zien, nou, ja. Nou, ja. Oké, wat voor verandering heb je? Nou, ik weet niet of je het wel op camera wilt. Nee, zeg het maar. Ja, nee, gewoon. Ja. Nee, je bent wel gewoon... Ik merk wel zeg maar echt dat je iets vinders gewoon zegt. Tegen mij dan, hè? Geel. Ja, tegen mij. Tegen de rest niet. Ik weet niet tegen de rest, maar tegen mij is het wel van luister maar, dit. Dit. Oké. Maar ook, gewoon, je houdt wel, zeg maar nu, als je zeg maar iets gaat doen, mm-hmm. Je betrekt me wel meer bij. Van, maar luister, kom, ga naar die event. Of kom mee naar dat, weet je? Mm-hmm. Dus dat wel, je betrekt me wel meer bij. Ik betrek je meer, dus in het begin was het misschien minder. Dan nu, ja, ik heb wel een verschil gezien wel, ja. Maar heeft dat niet misschien te maken met dat jij natuurlijk toen ook heel erg jong was? Kijk, nu ben je natuurlijk ook wel wat ouder. En kan ik je natuurlijk wel wat meer betrekken in mijn leven. Want je bent 20, ja. 19. Nou, kan wel hoor. Ik denk dat leeftijd wel een rol speelt. Maar... Want hoe oud was je toen ik weg ben gegaan? Was 5 jaar geleden? Toen was je 14, 15 was ik. Was te jong. Ja. Je was nog te jong voor alles wat ik deed, want ik was 24. Ja. Dus ik kan niet mijn zusje van 14 meenemen naar volwassen events en dingen die ik deed. Daarom betrek ik jou nu ook wat meer met mijn dagelijkse dingen, wat ik doe. Hey, omheen, maar ik ga hier naartoe, vind je het leuk om mee te gaan? Ja, dat was dus wel wat ik heb gemerkt, dat wel is veranderd. Dat wel. Ja, dat we wat meer met elkaar omgaan. Ja, dat wel. Ja, het heeft te maken met je leeftijd. Ja. Iemand zegt, geen question, maar ik vind jullie band zo mooi om te zien dat jullie als zussen het zo leuk hebben.
Noem een gekke gewoonte van je zusje die alleen jij kent. Zo die cake genoen. Die cake genoen, ja. Inderdaad, die lijpe suikeraanval die ze dus af en toe krijgt, dat is iets geks van haar dat niemand kent, niemand weet. Iets wat je doet wat niemand weet van jou. Ja. Oh, weet je wat zij doet? Nu heb je je zorgen, hè? Ja. Wat ik ga zeggen. Omema, die gaat bij mijn moeder toe en die zegt tegen haar, alsjeblieft krab mijn rug. Oh. Ja. Gaat ze naar mijn moeder en zegt ze, mama. Zo doet ze. Mama. Ja, ja, mama. Hallo, mama. Dat is gewoon moederliefde. Ik hou gewoon heel veel van mijn moeder. Ja. Ja. Zo doet zij met mijn moeder de hele tijd. En? Zij wordt jaloers als mijn moeder iemand anders liefde geeft. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Als mijn moeder het heel gezellig met mij heeft, dan komt zij aangerend. Hou jullie niet van mij? Dat is niet zo. Voila, dat doet zij. Ik hou gewoon heel veel van mijn moeder. Dus ik heb gewoon graag als ik veel aandacht geef aan mijn moeder en zij aan mij. Soms bellen we haar. Dat is gewoon expres liefde. Op een stage. Wacht, ik moet het verhaal natuurlijk vertellen. En dan ga ik de hele tijd heel grappig met mijn moeder praten. Gaan we elkaar omhelzen. En dan wordt zij helemaal gek aan de andere kant van de telefoon. Nee, ik kom niet naar jullie toe. Niet waar. Ja. Oh, dat is iets, dat is een van de gekke gewoontes. Heb ik nog een gekke gewoonte? Ik zit nog aan te denken ook. Ja, eigenlijk wel. Ja, altijd als Siham honger heeft en er is eten op tafel, ze danst terwijl ze aan het eten is en ze probeert zoveel mogelijk binnen te krijgen en dan neemt ze een slok water. Dat is een gewoonte van Siham. Ah, ik dans altijd tijdens het eten. Zo. Ja. Ja, ja, ja. Laat ik gewoon zo blij vind dat ik ga eten. Ja, maar echt. Oh, dat is wel grappig. Dat is echt iets wat ik heel vaak doe, ja. Zouden jullie ooit een keer een roadtrip samen willen doen? Ja, dat lijkt me wel eigenlijk wel leuk. Ja, ik weet niet hoe vaak we ruzie gaan krijgen. Maar ik ga alleen een roadtrip doen als Omema ook gaat rijden. Vinden jullie niet? Ik vind dat Omema ook gewoon moet rijden. Zie je hem? Ja. Ik weet het niet hoor. Ja, dat weet ik het ook niet. Maar waar zou je het willen doen dan? Ja? Waar zou je het willen doen? Waar wil je staat er naar Marokko kunnen rijden? Ja, doei Siham. Nee, kom eens even met een echt zo'n gekke land. Daar durf jij toch niet te rijden? Waarom moet ik met een gekke land komen als we daar toch niet naartoe gaan? Kijk, als je tegen mij zegt Australië of zo. Of, oh, dat durf je weer wel. Natuurlijk wel. Want in Australië rijden ze ook aan de andere kant van de weg. Ja. Ga jij maar daar aan de andere kant van de weg rijden. Oké, deze vraag is echt super grappig. Voor hoeveel geld zou jij je dochter Siham noemen? Ik weet het niet. Ik zou niet... Zou je haar niet naar mij vernoemen? Natuurlijk niet. Waarom? Ja, Siham, als ik haar noem, dat ik jou roep. Sorry, maar als ik haar roep, dan moet ik aan jou denken. Wat is daar mis mee? Het gaat toch even niet samen? Dat heb ik voor twee personen. Nee. Dus jij zou dat niet doen? Nee, ik zou het echt niet doen hoor. Nee. Nou, duidelijk. Maar ook niet voor bijvoorbeeld... ja, voor 1.000 euro. Oké, 5.000 euro. Ja, doei, zie hem. Ook niet. Kom maar met 1 miljoen, dan doe ik het. 1 miljoen? Ja, ja. Oké, 500.000. Voor 500.000 overweegt ze het. Misschien. Hoe reageerde jij toen ik ging trouwen? Toen je hoorde dat ik ging trouwen? Ja, ik was eigenlijk wel blij. Was je blij van mij? Ja, ik was wel blij, ja. Blij dat ik weer het huis uitging, jij? Nee, tuurlijk niet. Ja. Nee, ik was wel blij. Ja, maar was ook tijd. Oh, oké, okay. Ik was ook echt tijd, ja. Ja, nee, maar ik was wel blij hoor. Mm-hmm. Oké. Okay. Who is more into the Moroccan culture? Oh ja. Omema heeft niks met de Marokkaanse cultuur te maken.
Ik vind dat jij heel weinig met de Marokkaanse cultuur te maken hebt. Je spreekt met moeite Berbers. Helemaal. Mijn Berbers is echt goed. Oh ja, daar hebben wij natuurlijk ook bewijs van. Daar is ook een video van. Die vind je hier. Hier spelen wij een spel, Omeema en ik, in het Berbers. Check it out. Je luistert niet naar Marokkaanse muziek? Helemaal wel. Wil je mijn playlist zien van Spotify? Oké, soms luister je naar Marokkaanse muziek. Oké, ik luister sowieso niet naar Marokkaanse muziek. Nee, ik wel. Ik vind het wel gewoon leuk. Ik vind Berberse muziek echt heel erg leuk. Daar luister ik wel naar. Oké. Want dat komt omdat je gewoon van zingen houdt, in general. Maar het heeft helemaal niks mee te maken. Ja, je houdt ook niet echt per se van Marokkaans eten. Dat is waar. Nee, alleen een paar gerechten. Ja. Dat is wel lekker. Ik denk dat ik meer met de cultuur te maken heb. Tenminste, jij houdt wel van echt heel veel van de Marokkaanse eten. Ja, ik hou ook van Marokko bijvoorbeeld en zij helemaal niet. Nee, klopt. Zij houdt totaal niet van Marokko, dus dat is al een super groot verschil. Ja. Ja, dus ik denk dan jij. Ja. Dus dat is eigenlijk de antwoord op jullie vraag. Ja. Nou, dan zijn we eigenlijk alweer aangekomen bij het einde van de video. Ja. We hebben de sushi bijna helemaal opgegeten. Moet je kijken. Het was echt super lekker. Het was echt lekker. Ja. En er is gelukkig nog genoeg over. Dat kunnen we later nog even eten. Maar voor nu, ik ben echt helemaal... Ja. Het was in ieder geval super leuk, man. Ja, ik vond het heel erg leuk om dit te filmen. Ja. Ik zie ook... jullie hebben ook gewoon echt hartstikke leuke vragen opgestuurd. Dus daar wil ik jullie allemaal voor bedanken. Bedankt voor alle leuke vragen. En we hopen dat jullie van deze video hebben genoten. Wij in ieder geval wel. Ja, zeker. En laat ons maar weten wat jullie nog willen zien, hè? Ja. Mochten jullie een leuk idee hebben voor ons wat jullie graag zouden willen zien op mijn kanaal. Samen met Omeema. Laat dat dan vooral ook eventjes weten. Ja. Nou, dankjewel. Doei! Batman out and stunting. Action ready for the thumping.